Ik sta hier in Museum Prinsenhof Delft bij de boekenkist van Hugo de Groot, een van de beroemdste Delftenaren aller tijden. Alleen al in Nederland zijn er 70 straten naar hem vernoemd. Dit jaar is het 400 jaar geleden dat Hugo de Groot in een boekenkist ontsnapte uit slot Loevestein. Maar wie was ook alweer Hugo de Groot? En waarom was hij zo beroemd? En wat had hij met Delft? En waarom ontsnapte hij in een boekenkist? Graag ga ik jullie geheugen opfrissen aan de hand van deze en andere objecten. Hoewel Hugo de Groot het grootste deel van zijn leven niet in de Nederlanden woonde, stond zijn wieg hier in Delft. Hij groeide op in een vooraanstaand milieu. Zowel zijn grootvader als zijn vader waren burgemeester van Delft geweest. Zijn vader Jan had bovendien een bijzondere belangstelling voor kunst en wetenschap. Zo kwam de jonge Hugo al in aanraking met geleerden als Simon Stevin en Justus Lipsius. De jonge Hugo was erg ijverig en een echt wonderkind. Al op zijn 8e dichtte hij in het Latijn. Hugo de Groot is een belangrijk denker en een van de grootste rechtsgeleerden ooit. Niet alleen is hij de vader van het moderne internationale recht, ook is hij de grondlegger van het zeerecht. Hij verdedigt het principe dat alle landen toegang hebben tot de zee en vrij zijn om te reizen en te handelen. Maar als een intellectueel van zijn tijd was Hugo de Groot een alleskunner. Niet alleen schreef hij belangrijke historische werken, maar ook theologische verhandelingen. Ja, en zelfs gedichten en tragedies. Al op 11-jarige leeftijd verlaat Hugo de Groot Delft om in Leiden rechten te gaan studeren. Na zijn studie en promotie vestigt hij zich in Den Haag, waar hij al heel snel publieke functies gaat bekleden. Hierdoor komt hij terecht in een godsdienstig conflict dat Nederland tot op het bot verdeelt. Samen met Johan van Oldenbarneveld, de machtigste politicus van het land, komt hij lijnrecht tegenover prins Maurits, de zoon van Willem van Oranje, te staan. Van Oldenbarneveld wordt gearresteerd en onthoofd op het Binnenhof. Hugo de Groot ontsnapt dit lot, maar wordt wel ter eeuwige gevangenissen opgesloten in slot Loevestein. Tijdens zijn gevangenschap mocht Hugo blijven studeren en schrijven. Daarvoor werden regelmatig boeken in een boekenkist vanuit het nabije Gorinchem bezorgd. Aanvankelijk werd de inhoud van die kist streng gecontroleerd, maar al snel verslapte die aandacht. Daarop bedacht de vrouw van Hugo, Maria van Rijgersberg, een plan. Tijdens de jaarmarkt in 1621 verstopte Hugo zich in de kist en werd zo slot Loevestein uitgedragen. Eenmaal in Gorinchem verkleedde hij zich als metselaar en vluchtte hij via Waalwijk en Antwerpen naar Parijs. Moet je je toch voorstellen, bijna 2 uur duurde die overtocht naar Gorinchem. En al die tijd moest Hugo muisstil in die kist blijven liggen. Hij had er wekenlang voor geoefend. Nou, ik met mijn lange benen, ik moet er niet aan denken. Na de dood van prins Maurits keert Hugo de Groot terug in de Nederlanden. Hij laat dan in Delft dit portret schilderen door Michiel van Mierenveld. Maar als de Staten van Holland hem opnieuw dreigen te arresteren, vlucht hij. Hij gaat vervolgens als gezant van Zweden in Parijs aan de slag. En in 1645, op de terugreis vanuit Zweden, leidt hij schipbreuk. Hij komt aan wal en uitgeput bereikt hij het Duitse Rostock, waar hij op 62-jarige leeftijd overlijdt. Maar is dit nou de kist waarin Hugo ontsnapte? Geloof het of niet, maar er zijn meerdere kandidaten. Is het deze, of is het toch de kist in het Rijksmuseum, of die op slot Loevestein? Waarschijnlijk zullen we het nooit zeker weten. Al tijdens het leven van Hugo de Groot raakt de kist zoek. Maar recent onderzoek door een team van het Rijksmuseum geeft deze kist wel de beste papieren. Want hij is namelijk afkomstig van nazaten van Willem de Groot, de broer van Hugo. Hugo de Groot's spectaculaire ontsnapping in een boekenkist uit slot Loevestein doet ons soms wellicht vergeten hoe belangrijk zijn denken over oorlog, vrede en rechtvaardigheid voor ons vandaag de dag is.
Zo is het internationaal gerechtshof in Den Haag gestoeld op zijn gedachtegoed. En ook hier in Delft houden we Hugo de Groot in ere. Zo kreeg hij in de 18e eeuw een waardig grafmonument in de Nieuwe Kerk in Delft, waar zijn graf vlak naast dat van zijn aartsvijand Prins Maurits ligt. En in de 19e eeuw kreeg Hugo zelfs een standbeeld hier op de markt in het hart van de stad. En hier in Museum Prinsenhof Delft bewaren wij een bijzondere groep objecten gerelateerd aan Hugo de Groot. Zo hebben wij zelfs een haarlok van hem in onze collectie. Maar het meest tot de verbeelding sprekende object is toch zonder meer deze boekenkist hier achter mij.